verontrustend, omdat Suriname in de fase waarin we zijn op dit moment rust nodig heeft. Rust om allerlei redenen. Het volk wil verandering. Aan de andere kant moet je, om investeerders te brengen naar Suriname, moet je je land ook rustig zijn, zodat investeerders komen. Aan de andere kant heb je niemand heeft iets gebaat bij onlusten. En ik denk niet dat Suriname in deze fase dit soort dingen nodig heeft. We moeten kijken naar de bigger picture. We zijn een rechtsstaat. Er is een democratie. Er zijn manieren om deze regering, voor zij die zeggen nee, we zijn niet eens met die regering. We hebben nog 15 maanden, dus genoeg tijd nog om netjes te zeggen tegen deze regering, we bedanken je voor je deel dat je gedaan hebt, maar we willen verder met iets anders. Suriname is niet gebaat erbij. Het is best wel gevoelige informatie. We willen graag natuurlijk als samenleving weten wat er gaande is. Maar zou zoiets misschien toch niet toch wat meer achter gesloten deuren besproken moeten worden en behandeld, voordat je toch zo dat in die samenleving gooit? Die mening was ik ook toegedaan, zeker als je het krijgt en er staat geschreven, dit is gevoelige informatie, niet verder delen. Maar binnen volgens mij, nadat wij de mail hebben gehad, dacht ik, 5 minuten daarna zat het overal op internet, op social media. Daarom zeg ik, heb ik eerder al gezegd, de persoon die, of laten we zeggen, CCK Iris, de organisatie, zal wel die informatie hebben. Want ik denk niet dat je zoiets zegt waarvan je niet zeker weet dat die informatie hard is.